Venezuela en Guyana hebben een conflict met elkaar over het Essequibo-gebied. We horen geluiden dat Venezolaanse troepen zich gereed maken om het gebied te occuperen, ondanks de zaak bij het internationaal gerechtshof is. Vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers ging minister Krishna Kumari Mathura van Defensie op deze kwestie in. Het is een heel zorgelijke ontwikkeling. En we maken ons inderdaad zorgen en we volgen de ontwikkelingen op de voet tussen Guyana en Venezuela. Alle informaties die we nu kunnen krijgen, verzamelen we. En wij hopen inderdaad dat het niet zo ver komt, want ook wij en de hele regio is gebaat bij vrede en stabiliteit en veiligheid. En als dat in gevaar komt, zal het ook impact hebben. Dus wij hopen dat het niet in gevaar komt. Wij hopen dat door middel van dialoog zaken opgelost worden. Het standpunt van Suriname, daar kan ik u niks over zeggen, want dat is een aangelegenheid van de totale regering en van de president die het buitenlands beleid onder zich heeft. En daar gaan wij ook niks over zeggen. Het enige wat ik kan zeggen is dat wij ons zorgen maken en dat wij alle ontwikkelingen op de voet volgen. Dat zei ik al, wij volgen en wij hopen dat het nog zover komt.